pasyente, special ko ho po. 4 dahil lang, low po ni Needland. And raise in Narbonne Bay. Goedenavond. Leuk dat je weer kijkt naar het 10 minuten jeugdjournaal. Het is ongeveer net zo groot als je vuist. Het pompt bloed naar alle delen van je lichaam en je kan er niet zonder leven. Je hart. Helaas werkt het hart niet bij alle mensen even goed. Ook niet bij kinderen. Voor hen is er een speciale hartmissie in ons land, waar Surinaamse en Nederlandse artsen samenwerken. Voor de 6-jarige Vaishali is het vandaag een bijzondere dag. Zij heeft al vanaf haar geboorte problemen met haar hart. Vanaf de geboorte huilde ze veel. We gingen bijna elke dag waren we bij de dokter. Maar bij de 7e maand was het zo erg met hoge koorts, hebben we haar naar het poort gebracht bij de Jaconesse. En daar heeft de dienstdoende kinderarts ontdekt dat ze een hartafwijking heeft. En daarom moest Vaishali dus geopereerd worden. En dat is vandaag gebeurd. Zij heeft een hartafwijking waarbij er onvoldoende bloed naar de longen gaat. En in je longen komt de zuurstof in het bloed. Dus zij heeft te weinig zuurstof in haar bloed. Daardoor krijgt ze een blauwe kleur en is ze heel snel moe. En dan is het tijd dat Vaishali op de groene operatietafel mag gaan liggen. Ze mag dan wel pas 6 zijn, maar dapper is ze wel. Ik ben een paar maanden bij. Dus wat we bij deze operatie gaan doen, is een klein buisje plaatsen tussen de grote lichaamsslagader, waar heel veel bloed doorheen gaat, en de longslagader, zodat er voldoende bloed naar de longen toe gaat. En dan zal ze meer zuurstof in haar bloed krijgen en meer energie. Net als Vaishali zijn er nog 15 andere kinderen geopereerd aan hun hart. Het is de bedoeling dat Vaishali, nadat ze helemaal hersteld is van de operatie, meer uithoudingsvermogen zal hebben. Dan is ze minder snel moe en kan ze dus meer spelen. Vaishali zal nu op de kinderintensive care afdeling liggen, waar de zusters haar eenmaal 24 uur in de gaten kunnen houden. Ze blijft dus nog even in het ziekenhuis, totdat zij helemaal genezen is. Fin, einde, akaba! Vanaf vandaag hoeven de 6e klassers niet meer in hun boeken te zitten. Want voor hen is de vakantie begonnen. René is dolgelukkig. Zijn laatste dag is vlot verlopen. Nu kan hij lekker achterover zitten en doen waarin hij zin in heeft. De boeken zijn voorlopig niet meer nodig. Ik ben blij dat ik al klaar ben met de toets, want het was 3 zware dagen. Ik kon niet veel ontspannen, een beetje maar. En ik moest hard leren. Ik kon niet. Ik moest vroeg gaan slapen. Ja, dus nu ga ik afwachten voor de uitslag. Zo zag het er een paar uurtjes geleden nog uit. Het was heel stil en ook vandaag kon je een speld horen vallen. Vandaag had ik ATK en natuuronderwijs. Het was een beetje goed gegaan. Ja, ATK was 40 vragen. Kon ze maken. Ja, als je goed leest, dan goed hier nadenken, dan zag je die antwoorden al. Ik hoef niet meer te leren. Ja, en ik mag ontspannen nu. Ik ga met mijn ouders misschien een keertje naar het binnenland gaan. Ik weet nog niet waar, maar ze hadden me gezegd wel. Ja, misschien naar mijn oma een keertje. De toekomstige dokter heeft zijn vakantie dus goed gepland. Het is nu afwachten geblazen. 12 augustus is de grote dag. Dan krijgen de meer dan 10.000 toetsers hun uitslag. Wandelschoenen, rugzak en natuurlijk blarenpleisters. In het Nederlandse Nijmegen zijn duizenden mensen begonnen aan de 4-daagse wandelloop. Het is wel anders dan hier bij ons hoor. Deze loop heet de Nijmeegse 4-daagse. Het is de grootste wandeltocht ter wereld. Er zijn 3 afstanden waaraan je kan meedoen. Elke dag heb je 30,
40 en 50 kilometer loop. Doordat de lopers zulke lange afstanden moeten afleggen, zijn ze niet bespaard gebleven van blaren. Sommigen hadden er zelfs zoveel dat ze jammer genoeg moesten afhaken. Dit jaar is het de 95ste keer dat het toch wordt gelopen. De allereerste keer deden er maar 306 mensen mee. En dit jaar doen er meer dan 40.000 mensen mee. Bij de duizenden wandelaars zitten er ook honderden kinderen. Zij lopen iedere dag 30 kilometer. Als jij dit ook een keertje wil meemaken, moet je volgend jaar rond deze tijd in Nederland zijn. Je kan alvast beginnen te oefenen. Een tijdje terug hebben we je kennis laten maken met Kung Fu Soccer. Nu heb je ook Kung Fu Volleybal. In de Aziatische landen als Thailand, China en Maleisië is dit een hele populaire sport. Het is een traditionele balsport in Zuid-Azië. Het lijkt een beetje op volleybal, maar bij deze is het verboden om je handen te gebruiken. Kung Fu Volley speel je dus met je benen, schouders en je hoofd. Een team bestaat uit 3 spelers. Het doel van dit spel is om net als bij volleybal de bal over het net te krijgen. Omdat het net op ongeveer 1,5 meter hoogte hangt, komt er nog heel wat kunst en vliegwerk bij kijken om de bal aan de andere kant te krijgen. De spelers maken ongelofelijke acrobatische freestyle moves. Het is op verschillende Aziatische spelen een officiële tak van sport. Het lijkt best wel gevaarlijk, maar toch blijkt het een sport te zijn met heel weinig blessures. Het lijkt echt een coole sport, hè? Zullen onze volleyballers het ook proberen? Wel, eerst goed oefenen. Pas 10 jaar zijn en je eigen fitnessshow hebben op tv? CJ Center is een van de jongste fitnessinstructeurs in Amerika. CJ begon 5 jaar geleden toen zijn gymleraar hem vertelde dat hij thuis ook veel moest bewegen voor zijn conditie. Hij deed een aantal push-ups en sit-ups en vond het geweldig, dus ging hij ermee door. Hij houdt van rennen, spelen en bewegen. Hij is altijd heel erg gemotiveerd om fit te blijven en heeft daardoor de naam The Workout Kid gekregen. Door zijn populariteit heeft hij ook zijn eigen tv-programma. Ready, begin! Nu geeft CJ 3 keer per week na school les aan kinderen hoe ze fit kunnen blijven. Dit doet hij op een sportschool bij hem in de buurt. Good job everybody. Keep at it. We'll see you next time. Peace! Zijn droom is om later een professionele rugbyspeler te worden. Als hij zo doortraint, moet het hem zeker lukken. Nog even geduld en dan kan je naar Bombay. Nee, niet met het vliegtuig, maar gewoon hier in de stad. De medewerkers van Villa Sapakara zijn namelijk druk bezig met de bouw van deze bijzondere tentoonstelling. Bombay is de rijkste stad van India, met bijna 21 miljoen inwoners. De officiële naam is Mumbai, maar beide namen worden nog gebruikt. Bij Villa Sapakara wordt er hard gewerkt, want de kleine versie van Bombay moet over 1,5 week af zijn. Tijdens de tentoonstelling kunnen kinderen typische dingen van de stad zien en beleven. Zoals bijvoorbeeld de wereldbekende taxi. Ja, en dit is een typische taxi in Mumbai. Tof hè? Maar dat is niet het enige, want als je naar de tentoonstelling komt, kan je bling bling velgen zetten hiervoor. Kinderen kunnen de auto pimpen, maar in Bombay wordt er natuurlijk ook lekker gegeten en gedronken. En als dit helemaal af is, kan je hier natuurlijk de lekkere Bombay sandwiches vinden. Met masala, curry en niet te vergeten, chutney. In Bombay is er veel armoede en wonen mensen in sloppenwijken. Een van de bekendste manieren om hieruit te komen is om een Bollywoodster te worden. En waarvan ze in Mumbai ook veel hebben,
is natuurlijk de bioscoop. Als ik zo ernaar kijk, krijg ik wel echt het gevoel als ik een beetje in Bollywood ben, hoor. En heb je altijd al in de Bollywood film willen spelen, net als Anita Bachchan of Shah Rukh Khan? Dan is dit je kans. Er is nog veel meer te beleven. En vanaf 1 augustus is de tentoonstelling open voor het publiek op het terrein van ons erf. Nou, dat was het weer. Tot morgen bij een nieuwe uitzending. En zoals ze in India groeten, namaste.